Anna Heijmans, jij komt over van Huizingen. We staan hier vandaag na de match in de beker van Brabant. Achtste finale tegen Lasne Oin. Moeilijke tegenstander. Hoe is het gegaan? Het is goed gegaan. We komen goed voor en dan een beetje achter. Maar we hebben het goed opgelost met nog een goal te maken. En daarna de penalties nog te doen, dat nog alles binnen gaat. En ja, voilà. Ja, en jij pakt een aantal penalties, hè? Heel belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Het was een beetje stress, maar het is goed gekomen voor, voor de ploeg. Wist je waar dat ze gingen shotten of was het gewoon hokken? Nee, je moet gewoon kijken naar de ogen en dan, normaal heb ik ze wel. Dus, Een beetje intimidatie? Ja. Een beetje zoekwerk voor ik de bal heb. Het is een mooi begin voor jullie, want jullie plaatsen zich meteen als titelhouder. Mensen hadden dat misschien niet verwacht. Maar hoe bekijk je dat nu voor Union dit seizoen, nieuwe seizoen? Ik denk wel dat we sommige momenten moeilijk gaan hebben, maar ik denk wel dat onze ploeg het gaat halen en dat we het goed gaan doen voor heel het seizoen. Ja, want vandaag kom je terug van een achterstand, hè? 2-0 voor, 2-3 achter. Dan iedereen denkt van ja, het is gedaan, maar jullie komen terug. Hè? Ja, het is een mooie eindstand voor ons. Oké, en nu een groot feest nog vanavond? Ja, we gaan nog een beetje feesten in de kleedkamer. En dan naar huis gaan en een beetje rusten voor het volgende matchje. Oké, ik dank je, proficiat. Dank je wel.